Zo, lekker een dagje weg met z'n tweeën. Ja, gezellig, hè? Ja, ik wil er echt op. Ja, nou. Ja. Oh, kijk wel hier. Hé, leuk huis is dat, hè? Ja. Oh, die zou ik dan nou zo wonen, hè, in zo'n huis. Ik krijg altijd de neiging om er een keer aan te bellen. Ja, ik ook. Zullen we eens gek doen vandaag? Durf je dat? Je weet niet wie er achter in die deur woont, hè? We gaan even. Ja? Het is wel een leuk pand, hè? Ja, het is een oud pand, zo te zien, hè? Beetje een spookhuis, hè? Zo maar te zeggen. Zullen we ze gaan aanbellen? Ja, dat doen we. Ja, maar als het nou een hele enge man is, dan rennen we weg. Doe een belletje trekken. En dan zeggen we, zijn vergeten weg te rennen. Nee, dat valt wel mee, toch? Alleen om even te zien, hè? Dat een oude kluizenaar is of zo. Het is een mooi huis, hè? Met die ornamenten zo eraan. Dat is toch een mooie ding, hè? Ornamenten. Ornamenten? Ja. Het is volgens mij, hoe noemen ze deze stijl ook weer, hè? Een chaotische stijl. Wel. Oké. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wij waren gewoon even nieuwsgierig wie hier nou achter deze deur woonde. Ja. Ja. Ik? Ja. Ja. Leo? Leo! Leuk, ja. Leo! Ik woon hier. Ja. Leuke man. Leuke man? Ja. Ja. Dus dat was de enige reden om hier aan te bellen. Ja? Nou ja. Ja. Bel? Oh, ja. Mag ik even naar de wc? Ja, je mag wel even naar de wc toe. Kom jongens. Zal ik die even wijzen? Nou, we mogen naar binnen. Oh, geweldig. Leuk is het hier. Leo, wat een prachtig huis. Dat kun je het eigenlijk ook niet zo voorstellen dat het dan dit is, hè? Oh. Aan de buitenkant, als je daar ziet. Oh, wat mooi. Oh, jouw hier alleen? Ja, daar doen we. Mijn kinderen wonen hier ook nog. Ach, maar je wou naar de wc, hè? Ah, ben je gek? Ach, wat is leuk. Veel spulletjes hier, joh. Ja, het staat al een beetje op zijn kop. Veel maar spulletjes. Ja. Nou, gezellig. Echt jou leuk, hoor. Wat ruik ik? Ruik ik koffie? Willen jullie graag koffie drinken? Oh, wat fijn dat je dat zo spontaan vraagt. Vind ik echt leuk, ja. Lekker een bakje koffie. Lust me wel, hè, jongens? Ja, zeg eens. Nou ja, heb je tijd? Ja, die tijd die maak ik. Oh ja? Ja. Nou, zal ik me even voorstellen? Ik ben Lelle. Ik ben Leo. Ja, hallo. Dat had ik al gezegd, hè? Ik ben Belle. Belle? Ja, Belle. Belle en Belle. Ken je ons of nog nooit gehoord? Ja, van horen zeggen, maar nooit echt zelf gekeken. Nee? Ja, maar... En ik heb wel wat gemist. Zeg, zo de cake pakken. Ja, we hebben lekkere cake. Lekker bakje koffie. Ja, dankjewel. Ja, we hebben heerlijke cake. Echt waar? We hebben zelf gebakken. Ja. Oh, dat vind ik wel lekker. Ja. Nou. Ja. Lust je dat zelf? Ja, lust ik. Ja? Als je goed gebakken is wel. Ja, oh, Bel, die kan zo bakken. Oh, lekker. Je hebt een lekkere koffie gezet, hoor. Nou. Wie gaat hem snijden? Waar was jouw zoon? Had je zo je roepen? Kijk. Hallo. Hoi. Hoi! Kijk, we hebben net al veel van gehoord. Dat is Leoke. Ja. Ik ben Belle. Nou, ik ben Lelle. Nou, leuke jongen. Ja. Zelf gemaakt? Hij krijgt ook cake, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hou je van zelf gebakken cake? Jazeker. Nou, mag jij hem open? Nou ja, ga jij maar. Snij jij maar aan. Ik heb hem gebakken. Mag zij hem aansnijden? Dat ziet er wel goed uit. Heb je een schaar voor de pakken? Een schaar. Zo, jullie hebben wel veel nood op je zang voor een stukje cake. Dat is klaar. Ja, het is echt lekker vers. Echt zelf gebakken. Het hem op zijn kop liggen, hè? Oh ja, is dat zo? Ja, bij Bel heeft altijd die donkere kant bovenop, toch? Als je hem zelf bakt. Ik had het lekkerst. Ja. Als mensen je aanbellen, komen ze altijd op de koffie bij jou. Ja, maar ze brengen nooit cake mee. Kijk. Dat vind ik al leuk. Dat is jou. Ja. Dus van Giffen was het, Leo van Giffen? Ja. Wie is dat nou? Dat is degene die hier zit. Ja. En die hier woont? Dat snappen we wel, hè? Ja. Maar ik bedoel, er zit nog wel wat meer achter. Wat doet Leo, de zoon van Leo van Giffen en...
Heet jouw vader ook Leo? Ja, en mijn zoon ook. Oh. Dan houden we erin. Ach, wat leuk. Is dat een afspraak binnen de familie? Ja, ik denk het, maar die is buiten mij gemaakt. Voordat ik er was. Och, je wist er niks van. Nee. Och, en toen was jij gedwongen om je eigen zoon ook weer Leo te noemen. Ja, zo gaat het. Ja, maar die woont en die werkt hier. Maar even, hè, want we hadden het dan over die voorgevel. Ja. Ik dacht eigenlijk dat dit een soort spookhuis was. Af en toe is het al een spookhuis, ja. Dat doen we expres voor de buurt. We maken er een spookhuis van voor de kinderen. Echt waar? En ook voor die jaar. Och, vertel eens. Een paar keer per jaar. Ja, met een spookhuis, daar zit ook veel geheim in, hè. Dat kan ik niet allemaal vertellen. Oh, maar wat doe je dan om het echt als een spookhuis uit te laten zien? Een laken over je heen of zo? Lakens over ons heen. We gaan een rookmachine regelen. Echt waar? Ja? S'avonds laat. En dan gaan we een moordspel opvoeren. Echt waar? Dan laten we de kinderen... Dan wil ik al eens een keertje bij zijn. Oh, dat lijkt me leuk. En druk bezocht. Veel kinderen. Zeker. Ja, er doen veel kinderen mee. Een paar keer per jaar doen we dat. Dit is het woonhuis waar we nou zitten. De keuken. De woonkeuken. Daar gebeurt eigenlijk alles. En dan zit er nog een werkplaats bij, waar we een beetje aan fietsen werken. En aan motorfietsen. En ja, er zit nog een kantoor. Want ik zie hier, als ik nou naar buiten kijk, ja? Hier, dan zie ik eigenlijk alleen maar stijgen. We doen dat buiten ook, omdat we op het dak aan het repareren zijn. Oh, jullie zijn dan nog helemaal aan het opknappen. Het huis is sinds 150 jaar wel een keer aan een beurt toe. Is het 150 jaar oud? Ja, ruim denk ik wel. En al die 150 jaar niks aan gedaan? Ben ik gek. Dat weet je niet. Dat deden ze vroeger niet. Dat deden ze vroeger niet, hoor je dat nou? Is dat zo? Deden ze vroeger niet. Volgens mij niet. Ja, maar die keuken, die heb jij dat allemaal ingebracht dan? Nee, dat heeft de vorige eigenaar wel gedaan. Dus er is wel iets aan gebeurd. Maar hoe lang woon jij hier? Ik woon hier denk ik al 15 jaar. 15 jaar? Ja. Maar krijg jij vaker mensen die zomaar zeggen van, wie zou hier nou wonen? Ja, maar ik laat ze niet allemaal binnen. Nee? Nee. Nou, dus je hoeft niet allemaal aan te gaan bellen hoor. Je zegt ik woon hier en ik werk hier. En wat doe je dan? Alleen maar opknappen? Of, Op dit moment eigenlijk wel, voor een groot deel. Maar als dat klaar is, dan ga ik weer trainingen draaien. Ik geef training op het gebied van ontwerpen. Adviseer bedrijven, gebied van ontwerpen. En tot nu toe ga ik veel met mijn spullen het land in. En dan heb ik meer stress van de file om ergens te komen dan de training zelf. Mm-hmm. En dan wil ik omdraaien, dus ik ga hier trainingen geven. En het wel leuk om dat er net iets meer van te weten. Ja, maar dat is wel lastig hoor. Om het uit te leggen? Technisch, ja. Nee, maar wat is jouw beroep? Adviesbureau of zo? Maar... Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd, dus ik geef werktuigbouwkundige technische adviezen. Kijk. En dat kan gaan van een hele grote technische installatie tot en met een fiets, en motorfietsen, auto's. Oh ja, die dingetjes. Bruggen, dat soort dingen. Als ik dadelijk nog een stukje cake krijg, dan wil ik jullie nog wel meer laten zien. Telt allemaal niks voor. Telt allemaal niks voor. Oké. Nee? Nou? Zo dacht je toen je eraan begon. Stelt allemaal niks voor. Ik ga het gewoon doen. Dan moet je gewoon doorheen kijken. Echt wel? Ja. Er zijn veel mensen die lopen hier jankend weg. Mm-hmm. Vanwege de rotzooi. Ja? Maar jullie niet. Nee, wij vinden het leuk. Het is echt heel erg. Ik voel me ook in thuis. Je helemaal thuis. Ja. Maar hoe lang ben jij hier al bezig met die stijgers en met dat verbouwen? 2,5 jaar. En er komt nog wel een half jaar bij. Iets langer denk ik toch wel, of niet? Ja, misschien wel, maar ik hoop van niet. Ja, joh, als ik dat zo zie, dan moet er toch nog wel van alles gebeuren. Ja, maar als we onze mouwen omhoog doen, zeker met jullie erbij. Nee, maar gaat dat snel ook, het verbouwen? Wel, dat gaat best snel. Dat kan. Met ons erbij. Ja, maar aan haar heb je niks. Aan mij heb je nooit iets. Aan haar heb je niks. Nee, aan haar heb je nooit iets. Dit was vroeger een oude fabriek, had ik begrepen. Ja, een industriële wasserij. Ja. Een industriële wasserij. Ja, er werd wasgoed, er werd lakens, gordijnen, grote lappen stof, denim en zo, die werden hier gewassen. Voor hotels en restaurants hier in de buurt, voor ziekenhuizen. Ja, toch heeft Bokstel wel meer van die wasseretjes zo, hè? Ja. Dit was niet het enige, het is toch wel frappant, vind ik dan, hè? Ja, wasserijen, ja. Geen wasseretjes. Geen wasseretjes? Een wasseretje is... is er heel iets anders? Dat is zo'n winkeltje waar een batterij en wasmachine staat en waar een klein wasje in gaat. Dit was veel meer. Eén zo'n wastrommel, die past hier maar net binnen. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Daar kan ik zelfs in. Ja, naar de douche. Meer dat is makkelijk. Ja. Nou, dat wil ik toch wel eens zien. Ik wil ook best een beetje meehelpen. Ik bedoel, het is best veel werk als ik dat hier allemaal zie. Zo denk ik, jongens. Meehelpen, ja? Ja. Dan kun je een beetje bouwvakken. Ja, ik ben er best goed in. Nou, er moeten nog wat dakpannen goed gelegd worden, want het heeft hij gisteren gruwelijk gestoomd. Dakpannen. Dit is een monument? Dit is een Rijksmonument. Rijksmonument? Het is een Rijksmonument. En we hebben daar wat subsidie voor gekregen van de provincie Noord-Brabant. Mm-hmm. Om mij op weg te helpen om die restauratie te voltooien.
Ja, maar. Maar. Goed. Maar dat is niet genoeg, begrijp ik uit jouw woorden. Nee, dat is niet genoeg. Nee, stop. Ja, de subsidie is op, ja. Wat heb je nou gedaan aan de gevel? Nog niks? Alles wat je ziet qua hout op deze erkersna, is allemaal nieuw. Okay. Nieuw hout, nieuwe kozijnen, dubbel glas erin. Hij moet alleen nog gesausd worden. De stijger is blijven staan om makkelijker bij te kunnen beschilderen. En dan moeten we het dakpan gerepareerd worden op het dak. Dit is een onderdeeltje geweest van een Dommel theaterproject. Oh. Waarbij we de wasserij in het klein hebben nagebouwd en over de Dommel hebben gevaren. Oh ja. En dit is een klokje, die komt van de echte stoomketel af. Nou staat hij op zijn kop, maar normaal ligt hij. Mm-hmm. Dit is een model van de grote die we nou gaan zien. Oh, wat spannend. Dat is wel een eenvoudig stoomketeltje dan. Ja. Dit modelletje. Het is ook allemaal hele simpele techniek. Komen jullie mee? Nou. Oh, Leo, wat een vreselijke rommel heb je hier. Nee, joh, dat komt allemaal goed. Nou, dit is eigenlijk een hok waar houtbewerkingsmachines staan. Ja. Hier heeft de stoommachine gestaan, die is weg. Mm-hmm. Het ketelhuis is hiernaast. Nou, wat een... Sorry, maar wat een hoop rommel. Waar haal je het allemaal vandaan? Nou, het valt best wel mee. Ja, natuurlijk valt het mee. Er zijn allemaal... Ik ruim het wel een beetje op, hè? Leg maar even dingetjes uit dan. Hè? Ga ik wel even naar de ketel kijken. Ik zoek wel even een plastic zak of zo. Heb je die? Oh, zoek er maar eentje ergens. Ligt toch zat, zei je net zelf. Er ligt wel een plastic zak tussen. Nou, dan ga ik naar de stoomketel kijken. Ja, die wil ik graag zien. Kijk, hier komen we in de ruimte waar je nog net ergens de stoomketel kunt zien. Gelukkig is het hier niet zo rommel. Hier is het iets minder rommel. Oh Leo, hoe krijg je dit ooit? Ja, maar de herfststorm die heeft iets met het dak gedaan, heb ik gezien. Dus er is het een en ander naar beneden gekomen. Oh jee. Maar hier ligt de stoomketel. Nummertje 2. Dus er heeft hier op dit complex er nog eentje gezeten. En die gaan we ook restaureren. Hier stond de stoker. En die gooide de kolen, in dit geval briketjes, daarin. Oh, die werden gestookt. Zijn dat echte nog briketjes? Dit zijn echte briketten. Oh, mag ik eens kijken? Ja, hou ik maar eens eentje vast. Dus dit is wat vroeger... Nee, dit zijn modernere, maar de antracietkolen... Vroeger de gebroken stond er niet de naam op of zo? Nee, maar antracietkooltjes die werden hierin gegooid. Treinladingen, wagons zijn erin gegaan. En die ketel, die buitenruimte, die was gevuld met water en die werd aan de kook gebracht. Door het stoken. En de rookgassen, dat is het speciale van deze ketel... Die gaan via een labyrint onder de ketel, onder de grond, een paar keer heen en weer. En dan gaan ze onder de grond naar een schoorsteen die er nog staat. Die is al gerestaureerd in 1998. En dit is een van de laatste twee van dit type Cornwall boiler in Nederland. En die wil ik overeind houden. En die ga ik verder restaureren. Maar gaat deze straks weer echt werken? Hij gaat niet meer werken, want dan moeten we echt halsbrekende toeren uithalen. Maar optisch wordt hij weer helemaal in ere hersteld. En alles wat er omheen staat, gaat allemaal weg. Maar waar laat je het in godsnaam allemaal? Oh, het wordt allemaal weer verwerkt ergens in de verbouwing of in een theaterprojectje. Of we zijn met ons spookhuis bezig. We zijn hier altijd aan het knutselen. Goed voor het oude ijzer volgens mij. En er mooi in. Ach, een beetje zo, weet je wel. Kippengaas. Dit is er pas iets te hebben van gemaakt of zo, hè. Ja, kunstenaars, die waren echt alles, hè. Ja, het is ook een kunst te maken. Dat is te lang door, die Leo. Ja, het zit een beetje in de familie volgens mij. Kunstenmakers. Zo. Kippengaas. Ja. Zo. Misschien neem ik het wel mee naar huis. Ik kan het eigenlijk zelf allemaal wel gebruiken. Ja, dan leuke materiaaltjes hoor, hier liggen. Ik
vind het een indrukwekkend ding. Maar jij zegt dit is nummer 2, dus er heeft hier ook een nummer 1 gestaan. En die is verdwenen. Daar is we hebben gedacht dat dit de vervanger is van de ketel die hier eerder heeft gelegen. Op de papieren van het stoomwezen, een controlerende instantie, heb ik niet kunnen terugvinden dat dit de vervanging is. Dus we denken dat die 2 slaat op nummer 2 op het hele complex. Dus er heeft ergens nog een nummer 1 gestaan. Okay. En in de administratie was dit ketel nummer 2. Zo denk ik dat het werkt. Want je moet een klein beetje het puzzeltje compleet zien te krijgen. Want het is heel moeilijk om die oude informatie boven tafel te krijgen. Archieven worden gedumpt. En je moet vertrouwen op een paar foto's van mensen van vroeger. Het kan best wel zijn, als jij hier alles opgeruimd hebt, dat er achter nog een doos staat met archieven, hè? Dat zou kunnen, ja. Ik denk dat ik daar eens een keer moet gaan kijken. Ja. Weet jij alles? Nee, maar serieus. Weet jij alles wat hier ligt? Toen jij hierin kwam, wist jij precies, was het leeg hier, of niet? Nee. Het is hier nooit leeg geweest? Maar het wordt leeg, een keer. Maar dus er kunnen nog best wel schatten naar boven komen. Schatten, ja. Nou ja, de deur van de stoomketel die hier achter ligt op de grond, die heb ik gevonden. Ingegraven in de grond buiten, want vroeger werd alles zand erover, hè? Begraven. Die heb ik daar gevonden, dus ik ben blij dat ik de deur weer terug heb. Okay. En die gaan we schoonstralen en die komt er weer mooi voor. Dus zulke soort schatten, ja, die zouden wel eens tegen kunnen komen. Hm? Dan kan het wel weg. Ik kan het wel even vragen aan of dit ook weg mag, hè? Het is wel een grappig ding om te zien. Ik denk wel dat het weg mag. Hè? Leo? Ja? Ja? Ik heb iets gevonden, ik denk niet dat je het nog kunt gebruiken. Mag dit ook weg? Nou, dat zou ik eigenlijk niet doen, dat is hartstikke zonde. Dus die hoort hier op de ketel, kom eens. Dat weet je niet. Waar heb je die gevonden? Ja, hier tussen de dingetjes. Ach, lieve toch. Huh? Nou, ja. Ik ga hem mee opzetten. Wat op de ketel? Ja. Nou, wat leuk. Ja, zie je dan wel, Leo, dat er nog schatten te vinden zijn? Ja. Die hoort zo te zitten. Nee, die valt er niet af. Oh, en wat is nou die cijfertjes erom? Want ja, die 5. Ja, dat geeft de druk aan van het vat. Die is tot hier toe normaal gesproken gevuld met water. Mm-hmm. En dit hierboven wordt stoom. En dan kun je de druk van de stoom kun je daar aflezen. Net als op een fluitketel. En hoe hoog mag zo'n druk zijn? Ja, 8, 9, 10 atmosfeer. Oh, maar ik zie geen rood streepje, of wel? Ja, er staat wel een rood streepje bij de 8 volgens mij. Ja, ja. Maar ja, die stoker die deed hem af en toe wel eens wat hoger, hoor. Ja? Ja, dan ging die machine die ging dan racen. Sneller, hè? Konden ze sneller wassen. Moesten ze dan ook harder werken in de ja, fabriek? Ja, dan moesten ze harder werken, denk ik. Nee. Heb je nog iets leuks te zien, of... Hier binnen, hier op dit moment, hier hebben wij denk ik wel veel gezien. Ook nog een bioscoop boven. Bioscoop? Ja, een buurtbioscoopje. Die staat nou een beetje in elkaar geschoven. Maar in het voorjaar, volgend jaar, wordt die weer in ere hersteld. Dan gaan we dat filmpjes draaien voor de buurt. Voor de kleintjes, voor de grote en voor de hele grote mensen. Oh, het zit in de stoelen zijn aangepast. Nee, het type film is aangepast. Oh, dus het film is aangepast. Ja. Kleintje. Kijk, ik loop gewoon even voor en dan volgen jullie mij. Ja. Stoot je hoofd niet. Ja. En dan gaan we hier even... Zeg Leo, ja? Wat is dat voor een mooi ding? Ja, dat is een van de eerste elektrische fietsen van Sir Clive Sinclair. Beroemde... Sinclair. Dit is een ontwerper. Dat is een ontwerper, een Engelse ontwerper. Een hele extravagante man die zijn tijd ver vooruit was. En die heeft een elektrisch fietsje ontworpen. Daar kun je met de voeten mee fietsen. En elektrische aandrijving op een accu. Hoe kom jij daaraan? Ja, die heb ik een keer in een kratje gekocht in Rotterdam, in de haven. En die kon ik niet laten staan. Ja, spiksplinternieuw. En die werden toen niet meer verkocht. En die waren over. En toen dacht ik van, nou, dit wordt een heel interessant ding. En dan koop jij dat ding gewoon omdat je denkt dat je er misschien ooit iets mee gaat doen? Of, of voor de hap? Of waarom doe je dat? Niet voor de hap, omdat ik denk dat die ooit wel een keer een functie kan krijgen. Gewoon, een interessant product. Interessant qua techniek. Er zit een Lotus frame in van het Lotus bedrijf die dat ontworpen. Heel speciaal. En qua esthetische vormgeving vind ik een heel speciaal ding. Die man was de tijd echt vooruit. Dus die heb ik 2 aangeschaft. En wanneer, in welke tijdsbeeld is dit dan ontworpen? Dit is ontworpen, dat is een hele goede vraag. Dan ga ik even terug. Ja? In 1985, 86 denk ik. Oké. Okay, ja, 30 geleden. En toen was hij uniek. Dat was uniek, ja. Maar hij doet het ook echt. Hij doet het ook echt, ja. Ja, leuk, accuutje is leeg, maar als die opladen kunnen we lekker fietsen. Maar als we flink fietsen, dan laat dat vanzelf weer op. Nee, deze moet je via stopcontact plug-in. Oh, dat was de tijd ver vooruit. Ja, een van de eerste hybride voertuigen. Wauw. We zien het hier klinkt, allemaal. Ja, klinkt leuk, hè? Leuk, ja. We gaan naar de bioscoop kijken. Ja, leuk. En dan moeten we naar boven bekijken. We moeten naar boven gaan. 2 trapjes op. Nou.
kom. Ik denk elke keer, nou hebben we het gezien en dan... Ja, dan heeft hij nog heel veel, hè? En dan verbaas ik me weer. Is wel een beetje sneaky, zo, hè? Het lampje is blijkbaar kapot. Geeft niks, bioscoop moet donker zijn. En de bioscoop die stond normaal met zijn stoelen tot en met hier, maar die hebben we ingeschoven. Oh. Vanwege de verbouwing ook. Mm-hmm. Maar normaal hebben we hier een kleine 40 zitplaatsen. Dit zijn oude theaterstoelen. Kijk. Ach, die zijn ook leuk. Uit het oude Astoria Theater, 1926. Waar heb je ze vandaan? Uit Dordrecht. Ja, is dat zo? Ja. Ach, zit best lekker. Oh. Ja, die zitten perfect. Dan hebben we hier, zetten we een beamer bovenop. Oh ja, en hier hangen we een scherm. We hebben zelfs een nooduitgang voorzien. Voor de kinderen dat de ouders niet ongerust worden. En brandblussers, noodverlichting. En dan hebben we hier bioscoopavond een aantal keer per jaar. Nou, hoe doen we dat? Geweldig. Ja. En dit heeft ook nog een functie gehad, deze ruimte. Want vroeger moest die was, die gewassen was, ook gedroogd worden. Ja. Dus die grote pijpen die we beneden in het stoomketelhok hebben gezien, die lagen hier overheen. Daar liep ook warm water doorheen. En die verwarmde deze ruimte. En die was werd hier opgehangen, gedroogd. En die werd dan verpakt via dit katrol in een luik naar beneden getransporteerd. Ja. En dan ging hij in een vrachtwagentje werd hij weer naar de klanten gebracht. Jongen, dus dit zijn allemaal. En dit wiel wordt ook helemaal eer hersteld, heeft allemaal een functie. Want dit is eigenlijk zo'n draaiding, denk ik. Ja, hier hing een heel groot touw aan, ja. Waarbij je hier de beweging maakt en over dit kleine wieltje als het ware. Daar hing de hijskabel met de was. Ja. Dat die open is, heeft ook een functie. Ja, dat is leuk. Luxaflex van 150 jaar oud. Kijk, hier werd het opengezet aan de andere kant ook. En dan waaide het er doorheen en dan was de was nog eerder droog. Nou, als het zover is, wil ik best wel een keer met de cola en de popcorn rond. Ja? Ja. Ja. En dan kom je ook nog een keer werken om het even schoon te maken. Ja, dat wil ik ook nog wel. Ja? Ja, mijn handen gaan wel jeuken. Ja? Ik zou echt willen opruimen, hè? Weet je wel zo. Er ligt in smal water. Smal water. Wie van haar smal water? Leo, hoe zit dat nou? Smal water, is dat nou hetzelfde als de Dommel? Smal water komt in de Dommel uit. Ja? Maar de oorspronkelijke benaming is molengraaf. Want het is gegraven 800 jaar geleden voor de molen die hier heeft gestaan. Oh. Twee molens, molengraaf. Oh. En nu is het smal water. En nu heet het smal water? Ja. Zal ik je helpen? Dan gaan we gewoon door. Nee joh, die kan ik makkelijk zelf. Ja, nou, rij maar door dat poortje. Ja, als ik maar niet in de Dommel dommel, hè? Mag het gewoon daar... Smalwater heet het, hè? Oh ja, dit is smalwater. Dit is smalwater. Woe! Zo, nou kun je hem neerzetten of je kunt hem omkiepen. Ja, Leo, ik ben bang dat je hem niet meer terugvindt. Zal ik hem omkiepen dan voor jou? Ja, kiep jij maar even aan. Nou, dan ga ik hem omkiepen. Zo. Kijk. En dat doe ik daar straks met een bladhaak een beetje uitspreiden. En dan zie je daar helemaal niks meer van terug. Nou, helemaal geweldig. Hé, hey, en wat is dat nou? Oh, dat is de schoorsteenpijp. Dat is eigenlijk de uitlaat van de stoomketel. Die daar in de stoomketelhok zit. Oh. En de verbinding tussen de stoomketel en die pijp, die loopt onder de grond en die is intact gebleven. Die is in 1998 is gerestaureerd. Daar ben ik heel blij mee door de vorige eigenaar. Oké. En dus het enige exemplaar van dit type in Nederland. Omdat hij met radiaalstenen gemesseld is. Dus als je boven op die pijp zou kijken of een doorsnede maakt, heb je een soort puttering als het ware. Ja? En die stenen hebben allemaal een taartpuntachtige vorm. Oh, lekker. Dat is de eerste in Nederland die dit kreeg. En de Belgen die konden, hè. En die Belgen die hebben de dingen hier voor het eerst gebouwd. Oké. 150 jaar geleden. En is dit ook een monument? Dit is een apart monument, apart opgeschreven. Het zijn vier delen, één ensemble, maar die is apart als monument opgeschreven. Oké, dus dan heb je de toren en de... Je hebt de toren, het hele ketelhuis met de stoomketel erin.
het voorhuis en de kantoorvleugel. En wat is dan het voorhuis? Dat is dan... Voorhuis is aan de kant van de straat. Oh, dat is het echte huis. De ingang. Ja, oh, oké. Dus dat is de monumentenlijst. En dan... Dat is een monument. De kantoorvleugel in het zijstraatje helemaal in zijn geheel. De pijp, de schoorsteenpijp en de stoomketel zelf. Vier aparte delen. Leuk. Nou, dat moet wel. Leo, kun je dan zeggen tegen Bel dat ik hem om heb gekiept? Wel vooruit. Ja, doe dat voor mij. Ja. Zal ik hem dan weer pakken? Dat is net of het echt is, hè? Dat is goed. Ja. Bel. Nou, is het gelukt? Nou. Ja, dat ging goed. Ze wist de weg te vinden. Ik heb hem helemaal zelf omgekeept. Zo, en dan in ingevallen. Ja, zonder erin te vallen. Ja, zonder erin te vallen in het smalwater gekiept. Binnen even meekijken in die trainingsruimte of in de bike and art shop. Hoe lang ben jij hier nou mee bezig? Ik ben hier nou zo'n jaar of 2,5 mee bezig. En hoe lang moet je nog? Nou, ik denk een half jaartje, dat is klaar. Dan is het klaar? Echt waar? Ja. Ja. Stijl trapje hoor. Nou, ja, het is inderdaad een heel stijl trapje. Oh, zeg, wat een mooie ruimte. Dit is al heel erg netjes. Ja, het is nog niet klaar. Hij is nou afgeplakt omdat de plafonds gesausd gaan worden. Mm-hmm. Oh, en dan hebben we maar oude folletjes opgeplakt dat die balken niet wit worden. Ja, dat is slim. Ik vind het wel leuk uitzien. Ik denk dat is aard. Ja, we zouden het als aard kunnen laten zitten, inderdaad. Ja. Hier was de fabriek en daar was ook een fabriek van de familie van Oerle. Hier was de wasserij en de andere tak van de familie die had de weverij. Dus de hele nieuwbouwwijk, dat was de weverij van Oerle. En dit straatje hiernaast, dat was een fabrieksingang eigenlijk. De bioscoop hierboven is de bioscoop. De bioscoop, daar kijken we hier op dit moment tegenaan, daarboven. Achter die dakpannen zit de bioscoop. Oh, dat zijn die Luxeflex daar, hè? Dat zijn de Luxeflex waar de wind doorheen woei om de was te drogen. Ja, geweldig, hè? Ja. Maar jij behoudt dus het oude? Ja, ik behoud het oude, maar ik maak het van binnen zo functioneel mogelijk voor de dingen die ik ermee wil gaan doen. Ja, en want als ik heel veel kleine ruimtes heb, dan kan ik helemaal niks mee. Dus ik wil het oude helemaal intact houden, maar ik wil moderne trainingen gaan geven. Waarbij ik het oude wil verweven met het moderne. Dus met die stoomketel, ik ga hier trainingen geven. Je zou kunnen zeggen droge trainingen, maar het zijn ook brainstorm sessies en zo. Dan kan ik met die stoomketel kan ik wat mee. Ik kan een stoomsessie houden. Dus tijdens een training kan ik iemand op een brancard of zo die ketel inschuiven. En dan krijgt hij die stoom? Ja, dan heeft hij een denktank. Denktank. Een denktank. Nou, weet je, die heb ik ook wel eens ooit nodig, zo'n denktank. Ja? Misschien als hij klaar is, kom ik ook dan even dan schuiven we jou in die tank. Ja, gewoon een momentje zo heerlijk voor mezelf. Wat is jouw diepe reden dat je dit doet? Het is toch veel makkelijker om gewoon werktuigbouwkundige te zijn. Ja. En gewoon lekker s'avonds om 5 uur thuis te zijn. Maar dat is ook niet zo. Dat is gewoon niet zo. Hij moet het worden. Nee, maar helemaal niet waar. Dus zo'n klits, je denkt dat hij dan een baantje heeft van 8 tot 5. Nee. Nooit klaar mee. Creativiteit en techniek, dat gaat in principe best goed samen. Maar de opleidingen daarvan die zijn altijd verschillend. Je kunt iets in de creativiteit gaan studeren. En dan wordt het wat macrameachtig en nog wel wat meer, hè, zonder dat beledigend bedoelen. En je kunt techniek gaan studeren en dan heb je de koude, harde techniek. En juist de combinatie daarvan, die geeft vernieuwing en innovatie. En ik wil die combinatie gaan uitbouwen hier. Zoals op meerdere plekken in de wereld en in Nederland ook gebeurt. Mm-hmm. Poepoe, Leeuwke, kom je aan het lekken? Dit is een van mijn gemaakte fietsen. Het is eigenlijk een soort van recycle. Recycle bicycle, zeg maar. Ja, een recycled fietsje. Een oude fiets die ik een keer uit de sloot heb gevist en nog helemaal hip heb gemaakt. Maar is dit nou kunst of zo? Want kunst. Want jij bent een fietsenmaker of kunstenaar? Ja, eigenlijk allebei een beetje. Ik wil eigenlijk een soort kunst functioneel maken. Dus dingen die je kunt gebruiken. Ja, eigenlijk kunst die je kunt gebruiken, zeg maar. Kunst die je kunt gebruiken. Ja. Leo, wij willen hier even over door. Ik ga bladeren haken. Ik zie jullie straks wel weer. Ja, we komen straks wel even helpen. Dit is dus jouw domein. Ja, dit is mijn hobbyhok. Eigenlijk alle ideeën die ik heb, die voer ik hier uit. Mm-hmm. Dus ik krijg een keer een idee en dan neem ik hem onder handen. Dan maak ik hier tekeningen. En dan heb ik hier alle gereedschappen en benodigdheden die ik nodig heb. Waar ben je nou mee bezig? Kun je er iets op dit moment ben ik met deze fiets bezig. Laatste fiets. Mm-hmm. Dit frame heb ik helemaal zelf gelast. Een soort van retro model. Zit er fout op, hè? Of zo? Of wat zie ik? Ja, dit is eigenlijk het idee dat hier
De stang waar je normaal op zit, die heb ik weggehaald. En door een andere constructie blijft hij nou zo zitten. En qua vering of de sterkte is hij wel net zo goed? Ja, hij is helemaal sterk genoeg om op te zitten. Want jij zit nog op school? Nou, ik studeer zelf wel. Gewoon een brede technische opleiding. Maar dit en waar doe is ik... dat brede technische opleiding? Ja, hetzelfde als mijn vader, werktuigbouw. Oké. En omdat mijn moeder kunstenaar is, heb ik eigenlijk een beetje van beide. En dit doe ik dan in mijn vrije tijd. En jouw moeder is kunstenaar. Ach, leuk. Ja. En wat voor kunst doet jouw moeder? Beeldende kunst eigenlijk. Ja, geen functionele kunst. En dat vind ik juist leuk om kunst functioneel te kennen. Ja. Ze zijn er wel de fietsen, maar ik vond het gewoon leuk om het zelf te proberen. En dit heb je dan zelf gelast? Ja. En deze fiets die heb je uit het smal water of zo? Ja. Nee, deze fiets stond eigenlijk heel lang in de schuur. En ik denk van ja, die staat maar te staan. En ik denk, daar moet ik een keer iets mee doen. Nou, dan kan je nog wel even langer vooruit hier, hè? Ja. Want er staat er best al genoeg fietsen. Ja, best wel leuk. Ik denk dat het een beetje een jongensding is. Eigenlijk alles op twee wielen vind ik wel leuk. Fietsen, motors, brommers. En de laatste tijd vond ik... fietsen vond ik wel heel interessant, omdat je daar echt je creativiteit op kan uiten. Maar ik had gehoord dat jullie kwamen helpen. Oh ja? Ik heb daar speciaal een fiets voor jullie neergezet. Die jullie gehangen bedoel je? Ja, neergehangen. Ja? Nou, als jullie willen, kunnen jullie meehelpen spuiten. Ik heb hier twee spuitbussen voor jullie neergezet. Enkele jaren staan. Wat is je doel wat wil je bereiken? Nou, een tijd geleden was de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar heb ik een hele hoop leuke ideeën gezien. Ik heb gevraagd hoe je daar komt. En hun hebben gezegd van ja, al heb je een goed genoeg product die goedgekeurd wordt, dan krijg je daar je staanplaats. En dan mag je daar gaan staan met je product. Je moet het er enigszins wel een beetje verdienen. Ja. En je kan niet zomaar met een knutselwerk of zo aankomen. Nee. Het moet wel. Dat wil je ook niet, hè? Moet wel commercieel zijn. Ja, ik ben nou eigenlijk een beetje met fietsen bezig. En ik wil dadelijk meer de art kant in. Van bike en art wil ik meer kunst in gaan. Waar komt de naam vandaan? Bike, art, bike. Het schoot me zo ineens te binnen. Schoot je ineens te binnen? Ja, en ik vond het dan een leuke naam. Het is toch gewoon Engels? Je moet er maar opkomen. Deze, net als met al die ideeën. En met dit, je moet er maar opkomen. Ja, dat ben ik het wel met jou. Nou, precies. Een beetje meer met meubels, net als dit. Wat heb je zelf gemaakt? Ja. Dit eerst geverfd en toen afgesneden? Nee, het was een oude bollerkam met die kleur oude erop. Want ik vond de kleur die erop zat, die vond ik al leuk. En daarom heb ik er planken van gezaakt. Mm-hmm. En dan een tafelblad van gemaakt. Ik vind dat wel even voor de raam hangen, jongen. Ja. Even kopen. Het is langs zijn gekomen. Een lelle en belfiets. En je mag onze naam gebruiken. Ja? Ja, okay. Je mag zo gespoten door. Ja, hoor. Doet hij het? Hij deed het wel. Maar toen ik hem in stopcontact deed, toen... Toen was hij kduk. Ja. Hij stond op de stort toen ik oude spullen weg ging gooien. Toen kwam er iemand mee aanzetten en ik denk, dat is echt iets voor hier. Nou, kijk, ik heb het uit de auto gehaald. Heel af en toe. Ja. Zal ik hier gaan zitten? Ja, doe maar. Doe jij maar dat. Nou, wij nemen altijd voor onze gasten, nemen we altijd iets mee. Ja. Tadaa! En het leuke is dat we ook altijd dezelfde glazen meenemen. Kijk. En de clue is nou eigenlijk... Ja. Dat geven wij alleen maar aan mensen waarvan wij vinden dat ze het verschil maken. Nou, ik voel me zeer vereerd. Ja? Ja. 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 Nou, ja. Het bijzondere is natuurlijk ook wel dat je aan zo'n groot project begint. Ja. En van begin af aan precies weet wat je wilt. Nou, precies niet, maar ik weet wel ongeveer waar ik uit wil komen. Ja. En dan gaat het wel eens ooit via een slingerlijntje daar naartoe, maar ik kom en, wel. En dat je niet kiest voor gooi maar plat en dan zetten we dan nieuwbouw of zo. Even het appartementje neer, zo'n nieuwbouwwijk. Of zo'n nieuwbouwwijkje, dat is toch een groot verschil. Ja. En ik vind dan ook nog wel een verschil dat je dan zomaar zo'n grote ruimte aan je zoon geeft.
En jongen, knutsel maar raak met de fietsen die er zijn. Ja. Vind ik ook wel een verschil. Ja. Dat vind ik dus, ook wel mooi. Dus ik denk dat we alle reden hebben om deze heerlijke fles open te maken. Ja. Woehoe, ja! Dank. Nou, heel erg bedankt. Ik vond het ook heel erg leuk. Jij ook bedankt, hè? Mag een oude vrouw jou kussen? Zeker. Nou.